Ik denk echt, what the fuck zie ik nou? Dat is mijn bro. Ik ga vandaag mijn kamer laten zien. Mijn gamekamer. Kamertour. Wat heeft ook noemen. Ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed is. Ik neem op mijn mobiel. En het geluid natuurlijk ook een beetje raar. Maar wij gaan beginnen. Het is echt, ik probeer zo stil mogelijk te bewegen. Het is echt een teringrotzooi. Echt gewoon. Echt een rotzooi bed en zo. Echt fucking rotzooi, joh. In ieder geval, hier kom je binnen, jullie zijn dit gewend, dit hier zo, mijn Mickey Mouse shitsel. Voegsel een bril ergens anders. Maar hier kom je binnen, een mooi dingetje aan de deur. Kabel, slecht internet, zeg maar. In ieder geval, ik heb allemaal leuke vierkantjes staan met heel veel rotzooi. Ik zal even inzoomen voor jullie. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, het is heel donker hier snel. Daar staat een beetje deo, sowieso donkere hoeken hier zo, hier komt geen licht. Daar allemaal... school, troep, totaal niet belangrijk. Wat drinken. Dit er al staat, flesjes en zo. Hartstikke leuk. Vervolgens gaan wij naar boven. Nou, daar heb ik hier mijn spaarpotje staan. Als ik contant geld in huis heb, is heel boeiend. Een klok die het niet doet, want dat is een irritante klok. Maar foto's ook niet echt. Een bijzonder scheerapparaat. Snoeptommeltje, afstandsbediening. Dan gaan we hier. Dit is je kent allemaal vast wel van KPN, is zo'n ontvanger voor mijn tv hier op mijn kamer. Echt wel leuk. Mijn krachtenstoel, wat binnenkort misschien vervangen wordt voor zo'n echte gamingstoel, zo'n grote rode stoel, hartstikke ziek. Hartstikke leuk. Nou, mijn games, ik heb maar 3 games helaas. Die zijn heel boeiend, GTA, Ghost die kapot is. En Black Ops 3. Allemaal is heel boeiend. Vervolgens mijn headset. Dit is mijn kastje bij mijn headset. Dat is een surround gaming headset. Best wel een dure geweest. Van die tijd. Dat is al een paar jaar oud. Dit is deze nou. Half jaar. Ja, zoiets. Best wel lang al. Best wel leuk. Vervolgens mijn headset zelf. Die ik altijd om mijn hoofd heb. Ook mijn facecams af en toe wel eens. Best wel een goede headset dit. Hè. Wel een grote. Hier heb ik mijn controller liggen. Zo kan je bij zien. Best wel een grote headset. Ja, volgens mijn controller is... Ik ziet er best wel ziek uit. Ik heb ooit deze sticker als giveaway gedaan. Dat is ook alweer een half jaar geleden of zo. Nu kon je toen bij mijn kanaal winnen. Nou, heel stick haar bij console skins. Ik heb ook nog dit ding, dat heb je goed kunnen zien. Nou, je kunt heel slecht zien dat Spider-Man waar je nou ziet. Ooit een keer gewonnen. En ik heb van die gripjes erop staan. Daarom is het bij mij zo raar. Dat is wel een goed dingetje. Klein is gewoon normaal custom, geen scuff of zo hè. Mijn PlayStation zelf was ook een sticker. Zit erop. Hartstikke ziek. Een mooi stickertje. Helemaal top. Nou, dat is mijn tv-kastje. Ook niet heel boeiend. Daar staat zwarte ding voor, zeg maar. TV zelf. Klein tv'tje, ik weet het. Maar ik zit er ook gewoon vlakbij. Ik zit hier zo. Zeg maar. Dus als je dan dichtbij staat, dan is sowieso links en rechts kijken. Allemaal iets heel boeiend. Maar best wel een LG tv'tje. 200 euro was hij volgens mij helemaal niet duur. Het is een tv monitor. Het is ook de functie van de tv en de monitor bij elkaar. Dus een beetje een snelle reactie heeft hij, zeg maar. Een mini scrolls heeft hij, niet zo boeiend. Volgens heel niet echt boeiend kastje. Mijn dradencircus hier zo. Ik ben echt heel slecht in draden wegwerken. Ik kan dat echt niet. Vandaar dat hij zo'n rotzooi is. Nou, vervolgens mijn bed, ook niet heel boeiend. Oh, een Black Ops 3 shirt, en die is best wel boeiend. Die heb ik van, ook van een andere YouTuber gewonnen. Dat is ook al een tijdje geleden. Best wel ziek, Black Ops 3 shirt. Mooi iets. Helemaal geweldig. Nou, ik heb daar wel allemaal rotzooi staan. Ik zie daar een knuffel liggen, heel random. En dan, wat heb ik daar allemaal staan? Missing Bean shit en zo, maar dan is zo, heel geweldig. Ik heb er geen plek voor, zeg maar. Nou, dan mijn klerenkast. Waarom staat die kast ook? Weet ik ook niet, ga niet inkijken. En mijn rommelhoekje. Echt mijn rommelhoekje, want ik speel een fietsding. Spelletje, grote boeken. De prullenbak, daaronder liggen. Ook ander iets. Dat is eigenlijk gewoon een beetje mijn setup waar ik eigenlijk gewoon de video's maak. Die is heel groot eigenlijk, ook niet heel dure dingen. Eigenlijk, maar de kwaliteit wat ik heb is wel gewoon goed, maar
Verder is het allemaal niet zo heel groot. Daarboven hangt trouwens GTA-posters. En dan links dat schilderijtje met poetsen en tranen op vakantie gemaakt toen ik klein was. Als ik een beetje link, maar hangt nog steeds. Maar verder is het allemaal niet zo heel boeiend. Er komen wel upgrades komen nog aan. Er is binnenkort een laptopje daar rechts in de hoek. Vervolgens de stoel wel veranderd wordt. Misschien nog wel mooie lampjes beneden. Als je daar nou kijkt, zeg maar mooie LED-lampjes zo langs de zijkant. Misschien wel mooi. Maar in ieder geval, dit was een gaming setup video. Ik zie dat er heel veel lag mijn video. Zie je nou. Sorry daarvoor, ik kan niks aan veranderen omdat de kwaliteit een beetje goed is. Het is de eerste dat ik het doe aan mensen. Ik heb dit gewoon in één keer gedaan. Niet overnieuw doen of zo. Dus ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Abonneer zeker en laat sowieso een like achter. En zie ik je bij de volgende video weer. Oudewe. By them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking